En dan heb ik het over de jury, Elaine Ching. En dat is de Head of Digital Music van Sony Music ooit geweest. Maar daarna ging ze marketingdirectie doen bij Cloud9 Music. En vervolgens werd ze general manager bij LaVoo. Dat is een managementbureau waar onder andere Seven Alias, Jo Silvio en Cho bij zitten. En aan mijn rechterkant zit dan... Lady B. Ja, nou ja, jeetje Mina. Dat kan niet anders, want zij is het hoofdjurylid van Phonics Talent, The Female Edition. En jullie hebben moeten bikkelen en jezelf moeten afvragen wie gaan we doorlaten en wie gaat helaas vandaag Phonics Talent, The Female Edition verlaten. En heb ik begrepen, Elaine Ching, dat jij gaat aangeven wie als eerste doorgaat naar de volgende ronde. Yes. Dat was een unaniem besluit. Daar waren we echt vrij snel over uit. En dat is Aisha. Aisha. Ja. Aisha Gill. Zij is als eerste door naar de volgende ronde. Is daar, het is unaniem, maar wat was de speciale reden daarvoor? Het was gewoon helemaal af. Zeg maar, het nummer was top, de performance was top, de delivery was top. Gewoon alles was helemaal gewoon ready to go. En it blew us away. Dus dat is dan waarom. Nice. Echt, dankjewel. Flawless. Het waarom flawless, nou ja, dat is duidelijk. Dan gaan we meteen naar het moment waarbij we afscheid gaan nemen van een van de kandidaten. Dus een van de twee dames die hier nog staat. Dan heb ik het of over Aisha. Nee, die Aisha Gill. Jij gaat sowieso door. Jij kan niet meer. Nee, dat doe ik weer helemaal verkeerd. Maar Saïda en Ramos, het gaat tussen jullie zijn. En Lady B, geef ons het verlossende antwoord. Wie gaat er helaas vandaag van Phonics Talent Female Edition verlaten? Het is wederom echt een moeilijke taak. Ja. Maar Ramos... Helaas. Ramos, toch een applaus voor Ramos. Ze kwam vanuit Antwerpen. Ze veroverde onze harten. Maar hierbij moet het... Kom maar alvast even bij, Ramos. Want we willen nog wel even met je bijpraten. Kun je aangeven wat ja, de reden is? Je hebt zoveel potentie. En er moet net iets meer geschaafd worden bij jou... dan bij je tegenstanders. Je tegenstanders waren net iets sterker. Maar ja, jij komt er wel. Je bent 19. Je hebt een uniek stemgeluid, toch? Ja, zeker. Perfect gewoon. Maar jullie gaven ook aan dat jullie het eigenlijk nog wat meer wilden zien in de performance. Meer zelfvertrouwen, want je kan het. Je hebt alles gewoon. Maar als je net iets meer zelfvertrouwen hebt, dan kom je net een stapje verder. Oké, dankjewel. Mag ik nog van jou een reactie, Ramos? Vond je het wel leuk om mee te doen? Even ja, goed? Ja, tuurlijk. Ik vond het wel leuk en het is altijd een ervaring meer, dus... Ja, en die ervaring ben je rijker. En wij zijn heel blij met jou. En ik ga ervan uit dat we je zeker nog bij Phonics hier tegen gaan komen met je eigen muziek. Okay. Voor vandaag verlaat je Phonics Talent. Twee dames gaan door naar de volgende ronde. Dat is de halve finale. Die hoor je dan volgende week hier zo op Phonics. En dan heb ik het over Saïda en Aisha Gill. Voor hun nog eventjes een applausje. En ook nog voor Ramos voor het meedoen. En ja, je weet wat ze zeggen. Als je dan verliest, moet je gewoon eventjes jezelf oppakken en opnieuw proberen. Phonics.